De figuur heeft de grafiek weer van de functie met voorschrift f van t is e tot de macht 1 min t over tau cosinus 2 pi t gedeeld door grote t. En wat er gevraagd wordt is de verhouding van twee constantes, de constante grote t gedeeld door tau. Laten we eerst een keer naar dat voorschrift gaan kijken. Wat we hier hebben is een exponentiële functie. Bij 0 heeft hij de waarde e tot de macht 1. Dus e. En op oneindig wordt het 1 min oneindig gedeeld door een constante. Dat is min oneindig. Dus e tot de macht min oneindig die gaat naar 0. Dit is een cosinusfunctie. Dus die is 1 bij 0. En dat wordt dan 2 pi t gedeeld door grote t. Wanneer wordt die de eerste keer 2 pi? Of een veelvoud van 2 pi, dat is bij grote t. Dus dat wil zeggen dat we hier een cosinusfunctie hebben met periode t. Als we hier gaan kijken, vinden we hier inderdaad 2,7 en zo verder. Dus dit is hier e, dus dit hoort hier bij tijdstip 0. En we zien dat we het product hebben van een exponentiële functie met die cosinusfunctie. We zullen zo die exponentiële functie gaan tekenen. En eigenlijk gaan we altijd de exponentiële functie gaan vermenigvuldigen met een getal tussen min 1 en 1. Dus hier wordt die met min 1 vermenigvuldigd, hier met 1. En overal daartussen met getallen tussen min 1 en 1. Dus dit betekent dat de eerste keer dat we hier de exponentiële functie terug raken, dat dit wil zeggen dat daar die cosinusfunctie 1 is. Dus dat dit punt hier hoort bij kleine t gelijk aan grote t. Hier, dit hoort dan bij 2t, bij 3t, bij 4t, bij 5t, 6t en zo verder. Als we hier gaan kijken, dan zien we dat er hier een punt is waar we de functiewaarde van kennen. En dat is eerste maximum, tweede, derde, vierde, vijfde. Dat hoort bij vijftien. Dat betekent dat we dus weten dat de functiewaarde in 5 keer grote t, dat die 1 is. En die functiewaarde is e tot de macht 1 min 5t gedeeld door tau, maal de cosinus van 2pi keer 5t over t. 5 keer 2pi, dat is maal 1. Wat zien we hier? We hebben hier een vergelijking, waar we de onbekende t over tau, wat we zoeken, kunnen uit gaan oplossen.